Welkom allemaal op deze bonus reading. Ik moest deze bonus reading voor vandaag doen van het universum. Dus we gaan kijken wat er voor mooie, belangrijke berichten uit mogen komen. Ik gebruik vandaag een Nederlands deck. Hele met de elfen van Doreen Virtue. Dat is dit deck. Specifiek doorgekregen om te gebruiken. En dit is de Beautiful Creatures Tarot. Welkom, leuk dat je weer kijkt, like, deelt, abonneert, doneert. Weet dat ik vanaf 1 oktober weer de jaarreadingen ga starten. Dus dan mag je dan contact met me opnemen om die in te laten plannen. Weet dat als je dat doet in oktober, dat je korting krijgt. November en december wordt de jaarreading een stukje duurder. Dus de mensen die snel zijn of de mensen die mij kennen in dit ieder jaar aanvragen, hebben daar dus een beetje voordeel mee. Heb je interesse? Mail me dan of hou mijn community in gaten. Dus overal waar ik foto's post en teksten, de meeste van jullie weten dat wel. Daar zet ik dus ook de actie op met de bijbehorende prijzen. En zoals jullie ook weten, het loopt altijd storm met die jaarreadingen. Dus wees alsjeblieft op tijd bij. Anders dan moet ik je bijvoorbeeld voor januari inplannen. En ja, dat kan. Alleen dat is zonde, want dan is natuurlijk het jaar al begonnen. Ik maak dan een videoreading van minimaal een uur. Maar meestal is dat langer. Kijk naar alle 12e maanden van 2025 en ik ga kijken dus met orakelkaarten, met de rookkaarten, wat voor jou het allerbelangrijkste is om voor dat jaar per maand te weten. Als je meteen wil boeken, kan ook filomenita@hotmail.nl. Nou, Spirit, dit was een bonus reading. Vertel maar, wat mag er doorkomen voor het collectief? Ook de velen natuurlijk ontzettend bedankt voor de donaties. Ben ik ontzettend dankbaar voor. Ook de mensen die zich hebben geabonneerd op mijn healing kanaal. Heb je dat nog niet gedaan, zeker doen. Want als er te weinig progressie in zit, dan moet ik met dat kanaal stoppen. En waarom is dat? Dan geef ik te veel en ik krijg er te weinig voor terug. En dat moet allemaal in evenwicht zijn. Mijn yin, mijn yang, het donker, het licht. Ik stop er veel tijd in, veel zorg in, maar vooral veel energie in, want reiki healingen kosten mij heel veel energie. Als ik een reiki healing opneem, dan kan ik daarna geen persoonlijke readingen, maar ook geen readingen maken voor online. Dus weet wat voor impact dat heeft. Meeste mensen denken van, hè, dat ik dat even zo uit mijn mouw schud. Nee, dat is niet zo. Dus daarom dat ik vraag van, als je het kunt waarderen, als je wil dat ik het blijf doorzetten, dan wil ik gewoon vragen of je je gratis abonneert. Meer vraag ik niet. En als je zegt van nou, dat doe ik prima. Maar als er te weinig mensen zijn waardoor het uit evenwicht blijft, dan moet ik er dus mee stoppen. En dat zal dus een van deze maanden gebeuren, het stoppen. Geen dreigementen, helemaal niks. Je kan bij mij altijd voor een reiki healing terecht. Als je mij bijvoorbeeld mailt, persoonlijke reiki healing op afstand, kan natuurlijk ook altijd. Maar ik heb dat kanaal geopend, omdat ik weet dat ik veel mensen kan en mag helpen. Maar als die waardering niet terugkomt in een abonnement, en een abonnement nogmaals is geheel gratis, ja, dan moet ik daar helaas mee stoppen. Nou, dat waren alle ins en outs. We gaan beginnen. Wat mogen wij weten voor deze reading? Ik hoor divine intervention. Dus er gaat wat gebeuren. Binnenkort. Dat kan vandaag zijn, maar kan ook morgen zijn. Morgen is het 1 oktober. Gaat het goddelijke optreden. En dan komt er dus een verandering op je pad. Dat kan zijn omdat iets jou niet meer dient. Het kan zijn dat je al geprobeerd hebt op een
op allerlei manieren om van een situatie af te komen, energetisch, of van een persoon af te komen, energetisch, en het lukt maar niet, dan kan het zijn dat het universum, het goddelijke, jou daarbij gaat helpen. Of je wordt op een ander pad gezet, de ander wordt op een ander pad gezet, of er komt gewoon iets heel anders ineens op je pad. Dat je het gevoel hebt van, wat doet dat hier? Hè? Waarom moet ik geheel nu een andere richting uit? Weet dat dat een bepaald doel heeft. Dat doel, dat is om jou een omleiding te geven voor je eigen veiligheid, voor je eigen gezondheid, voor je eigen welbehagen. Dus het is eigenlijk alleen maar een voordeel voor je. Alleen je moet wel weten dat, dat het eraan komt. En als je bijvoorbeeld het niet weet, of als je zegt van, wat doet dit hier op mijn pad? Of waarom komt deze persoon op mijn pad? Of waarom komt er nu ineens iets raars op mijn pad, waardoor ik een omleiding moet maken? Weet dan... dan hoop ik dat je deze reading nog herinnert, zo van, oh ja, dat zei Philomena nog, er komt iets vreemds, iets raars, iets ongewoons op mijn pad, ik moet een andere richting uit, maar ik hoef me daar geen zorgen over te maken, dat is goed, want ik word omgeleid. Nou, hele lange introductie. Wat mogen wij weten, Spirits and Guides? We hebben hier bewustwording van je ware zelf. Het kan zijn dat je bepaalde keuzes al gemaakt hebt om het goede, om het positieve aan te trekken. We zijn natuurlijk met die laatste loodjes bezig. Dingen waarvan je ziet van, ik word er niet gelukkig van. Het geeft me geen energie. Negativiteit, dat willen we niet meer. En we zijn dus met dat laatste aan het, we zijn het laatste stuk aan het opschonen. En met bewustwording van jezelf gaat er dus iets gebeuren. Het kan energetisch zijn, het kan zijn een aha-moment, het kan een droom zijn, maar het kan ook zijn in het fysieke dat er echt iets gebeurt. Er komt iets op je pad, een persoon, een situatie, een mogelijkheid, een dier kan ook nog, waardoor jij dus bewust gaat worden van jezelf. Het kan zijn van je kracht, van je liefde. Van de inzet tot nu toe qua healing, wat het dan ook is. Wat mogen we nog meer weten? Een nieuwe plek. Dus jij wordt omgeleid naar een nieuwe plek. Dat kan zijn dat je ergens anders gaat werken. Het kan zijn dat je ergens anders gaat wonen. Het kan zijn... dat als jij... als je al ergens werkt, dat je doorkrijgt van, hey, we moeten voor een ander filiaal gaan werken. Of we willen dat jij in een ander land gaat werken. Hey, in plaats van Nederland in België of in plaats van België in Nederland, als het toevallig net een grensgeval is. Maar weet dat er een nieuwe plek zich aan gaat dienen. Oké. Meer niet, hoor ik. Oké. Dus wees je bewust van je ware zelf. Er komt nu een nieuwe plek naar je toe. Wat mogen we weten over die bewustwording van onszelf? Het is natuurlijk ook met deze donkere maanden voor kerst, hè? Die laatste 3 maanden die we natuurlijk met elkaar ingaan, want morgen is het al 1 oktober, dat... er veel introspectie plaatsvindt, dat je je terugtrekt, dat je nog de juiste keuzes maakt voordat we het nieuwe jaar ingaan. En daar heeft denk ik deze bewustwording betrekking op. De decadence, een abruptie. Dit is de torenkaart in dit deck. Dit is een, dit is de Beautiful Creatures deck, heeft... meer dan de standaard kaarten. Er zitten wat extra kaarten in. En die worden ook iets anders genoemd. Nou, dit is dus duidelijk de torenkaart. Er gaat iets veranderen. Het kan zijn dat je een ruzie krijgt. Het kan zijn,
wat ik zeg, een aha-moment. Het kan bewustwording zijn, want we hebben hier niet voor niets die bewustwordingskaart. Maar het kan ook zijn dat je weet van, hey, ik heb al een poosje ergens aan gewerkt. Mijn energie, mijn tijd in geïnvesteerd. En je ziet gewoon van, het loont niet, het werkt niet. Ik begon niet voor niets ook over mijn healing kanaal. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld heel veel tijd hebt geïnvesteerd in een relatie, maar het werkt niet meer. Het kan zijn dat je heel veel tijd hebt geïnvesteerd op je werk en de rek is eruit, de groei is eruit. Je hebt geen inspiratie meer. Wat het dan ook is. Het kan ook zijn dat je ziet van, nou, de vrienden die ik vroeger had, daar trek ik niet meer mee op. En ik word steeds geïsoleerder. Dan kan het ook bijvoorbeeld zijn dat je duidelijker en duidelijker gaat zien van, nou, misschien moet ik, als ik uitga, naar een andere stad. Noem maar iets. Maar niets, in ieder geval met die torenmoment gaat er wel duidelijk worden. Dit is een toren. Met kaart 7, hè, 16, 6 plus 1 is 7. Dat gaat, 7 staat altijd voor het goddelijke, het universum, wat ons helpt. Dus deze torenmoment, en daar hoef je niet altijd van te schrikken, want soms zijn het gewoon ook aha-momenten, ingevingen, inzichten. En ik denk dat het zoiets is met die bewustzijnskaart hier. Gaat er dus iets gebeuren, waardoor jij dus uiteindelijk op een andere plek terecht gaat komen. En dat wordt dus goddelijk begeleid. Hè? Door het universum wordt dat ingezet. Wat mogen we daar nog meer over weten? Deze. De 7 van munten. Het kan zijn met al die klokken dat het de hoogste tijd is. Dat er iets gaat veranderen. Maar dat jij toch nog bewust of onbewust ergens aan vast hebt gehouden. Kan je werkgelegenheid zijn, kan een vriendschap zijn, maar het kan ook ergens een plek zijn waar je woont. Het kan een connectie zijn, wat het dan ook is, maar het is dus de tijd. Ik zie hier een klok, ik zie hier een klok en het is allemaal gesmolten, hier een klok. Dus het is de hoogste tijd. Die tijdlijn is hier aan het vervagen. Vandaar dat die klokken allemaal aan het smelten zijn. Dus jij wordt binnenkort op een andere tijdlijn gezet. Die voor jou veel beter is, functioneler is. Waardoor je dus ook progressie gaat zien. Kan zijn, hè, wat ik net zei, dat als je op een plekje zit qua werk. Hè, dat je daar vastloopt op een of andere reden. In een relatie, of wat ik net zeg van die vrienden die jij had opgebouwd in de jaren dat je ergens woonde, dat wordt minder en minder. Je gaat jezelf meer isoleren, omdat je merkt van, dit zijn niet meer de mensen met wie ik graag uitga, omdat ze andere ideeën hebben. Jij hebt misschien andere inzichten gekregen, wat het dan ook is. Jij wordt ergens naartoe geleid waar je wel vooruit kunt komen met progressie. En dan ga je dus een bepaald inzicht over krijgen of er gaat wat gebeuren. Het kan ook zijn, hè, wat ik net zei, van dat het op een gehele natuurlijke manier gaat. Dat je ineens voor een ander filiaal gaat werken of dat je ineens een andere baan op je pad krijgt. Waardoor je dus elders moet gaan werken en dus ook moet gaan verhuizen. Met de schildknaap van Bekers. Ja, dat is ook wel een zeer inventieve kaart. Je gaat een bepaald bericht krijgen. En ik denk dat jij wel weet wat dat bericht duidelijk wil maken. Want de meeste van jullie weten wel van of je vast zit in het werk, in de liefde. Of ja, dat je eigenlijk wil verkassen, maar bijvoorbeeld dat het niet gaat door financieel
gebrek. Hè? Dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat de woningbouwvereniging ineens zegt van nou, we gaan deze huizenblok, die gaan we plat gooien, want er moet hier iets anders komen en je wordt uitgekocht of je krijgt een... Je krijgt iets anders aangeboden. Het kan zijn dat je, als je in een koophuis woont, dat misschien de gemeente de grond opkoopt. Maar in ieder geval, er wordt iets gedaan. Je krijgt een bericht. En je weet het meteen te plaatsen. Het kan ook een bericht zijn, berichtgeving op je werk. Hè, van nou, dit filiaal gaan we sluiten, maar wees niet getreurd. Je mag bij filiaal X aan de andere kant van Nederland of aan de andere kant van België gaan werken. Wij bekostigen je verhuizingskosten bijvoorbeeld. Maar ja, je gaat met ons mee of niet. Hè? Dat soort zaken. Er zitten emoties achter die berichtgeving. Want het zijn bekers. En ik heb wel het gevoel dat je het als positief moet zien. Je ziet hier die witte aaronkelken. Die staan voor puurheid, eerlijkheid. Wees je bewust dat deze omleiding... Of je daar nou emotioneel van slag voor wordt geraakt of niet. Hè, als je ergens al jarenlang werkt, als je ergens al jarenlang woont, als je al jarenlang in een connectie zit, wat het dan ook is, kan dat natuurlijk op die emoties gaan spelen. Maar weet dat het voor het beste is voor je. Wat mogen wij nog meer weten? Ik wil nog een kaartje hebben op bewustwording. Deze. Deze. De vier van munten. Ja, het kan zijn dat iemand of iets... ja, dat heeft verschillende betekenissen. En ik krijg verschillende dingen door, omdat ik natuurlijk voor het collectief lees... ik krijg door voor de mensen die dus resoneren met, nou, ik ga binnenkort een bericht krijgen over mijn werk. Ik moet bij een ander filiaal of ik moet zelfs gaan verhuizen omdat het een heel ander filiaal is die vlak bij de grens ligt. Of misschien moet je over de grens gaan werken. Dan kan het zijn met die vier van munten dat je misschien al wel hints had of je wist wel van dit filiaal ging sluiten. Je had wel een voorgevoel, maar met die vier van munten heb je daaraan vastgehouden, omdat ja, een vast contract is natuurlijk zekerheid. Hè? We moeten, dat hebben we met elkaar bepaald in deze 3D-matrix, dat we nou eenmaal geld nodig hebben om ons huisje te betalen, om gas en licht te betalen. Dus je had zoiets van, ja, ik kan hier wel weggaan. Het heeft zo lang zijn tijd gehad. En misschien waren er ook wel geruchten. Was er onrust, spanning op je werk. Maar had je zoiets van, nou, ik hou je toch aan vast. Want ja, als ik ergens anders ga werken, weet ik niet wat ik krijg. Ik moet helemaal overnieuw beginnen. Dat kan zijn een tijdelijk contract of gewoon iets heel nieuws. Moet misschien verhuizen, omdat hier in dit kleine dorpje of in deze omgeving niet zoveel is. En dan moet ik misschien... een auto aan gaan schaffen of ik moet verder reizen met openbaar vervoer, wat dat dan ook is. Dus voor een grote groep van jullie hield je ergens aan vast, omdat het je een zekere vorm van comfort gaf. Hè? Of dat nou werk is, of dat een bepaalde omgeving is, kan ook zijn dat je aan deze omgeving vasthield, omdat je hier geboren en getogen bent. Het kan zijn dat je vasthield aan een bepaalde vriendengroep, omdat je zoiets had van, ja, als ik nou in het andere dorp of in de andere stad, of als ik heel ergens anders nieuwe vrienden moet gaan sluiten, dan moet ik weer overnieuw beginnen. En dit is veilig, dit is makkelijk, ik ken hier iedereen. Wat het dan ook is, waar jij aan vast hebt willen houden, dat wordt weggenomen. Het kan ook zijn een relatie waar je heel lang in hebt geïnvesteerd, wat niet meer werkt, maar waar je toch probeert het werkend te houden, dat dat ook weggenomen wordt. En jij weet natuurlijk de reden waarom je daar aan vasthoudt.
Voor de kinderen, voor de financiën, voor weet ik veel wat. Status, wat mensen denken, cultuur, geloof, whatever. Dus iets waar je aan vast hebt gehouden, dat wordt weggenomen, dat gaat veranderen. Probeer daar ook niet aan meer aan vast te houden. Probeer dat los te laten. Als voor een enkeling krijg ik door, als jij te maken hebt met een stalker, een act die aan jou vast blijft haken, al dan niet energetisch, die persoon wordt van jouw pad afgehaald. Het kan zijn dat jij gaat verhuizen, het kan zijn dat deze persoon moet gaan verhuizen, het kan zijn dat er iets gebeurt bij deze persoon in zijn of haar leven, waardoor ze dus jou niet meer kunnen lastigvallen. Dus dat zijn verschillende theorieën, maar nogmaals, algemene reading. Een nieuwe plek. Dus er gaat iets naar een nieuwe plek worden gevormd. Kan werk zijn, kan zijn dat je gaat verhuizen, kan zijn een ander land, kan zijn een ander dorp, andere stad, kan zijn een andere woning aangeboden gekregen hebben of krijgen, omdat er schimmelvorming is of nou ja, wat er dan ook mis is met je woning. Kan zijn dus dat een opkoper komt, hè. Het kan de gemeente zijn, de woningbouw die jou een nieuwe plek aanbiedt. Kan van alles zijn, maar het is goddelijke universele interventie. Dus het is iets wat je niet ziet aankomen. Nieuwe plek, wat mogen we daarover weten? Voor het collectief. En dat kan eigenlijk ook verbonden zijn met dat waar geen groei meer in zit. Hè? Dus stel wat ik net zei van, kan zijn dat je ergens anders moet gaan werken. Omdat een filiaal sluit, ja, dan moet je automatisch gaan verhuizen. Zeker als je bijvoorbeeld in het noorden van het land werkt en je moet ineens in het zuiden in Maastricht gaan werken of zo. Of als het gaat om weet ik het, je houdt vast aan een relatie en die relatie die gaat nu toch stuk. En de ander die kiest ervoor om bij jou weg te gaan. En dat huis moet verkocht worden. Je hebt al die jaren ergens gewoond. En het is financieel misschien beter voor jou om ergens anders te gaan wonen. Een andere plaats, ander land, grotere stad, weet ik het. Nieuwe plek, wat mogen we daarover weten? De 8 van bekers, oftewel een ander plekje. Je moet vertrekken om een andere reis, want deze kaart heet ook quest, een andere reis te gaan volgen. Dus ergens zit groei, bloei in, want je ziet hier allemaal vlinders. Dat staat voor transformatie, voor groei, voor bloei, maar ik zie hier ook 2 vissen, nee 3, 4 vissen als je goed kijkt. En vissen staat over het algemeen voor financieel voordeel, voor zeker ook in de Lenormand van financiën, geld. Dus misschien zit je ergens een plekje wat te duur is. Of het is rendabeler voor jou om ergens anders te gaan wonen. Of het is beter als je met het bedrijf mee verhuist, want daar kom je tot bloeien. Je gaat nieuwe mensen leren kennen, je gaat er gewoon op vooruit. Hè. Bloei en groei, maar ook op financieel vlak hoef je dus geen zorgen te maken. Want verandering brengt vaak onrust, zorgen, angst, hoeft niet. Je gaat dus ergens vertrekken, of dat nou je werk is, uit een relatie, je woonplaats. Maar dat gaat verbetering brengen. Wat nog meer? De 9 van zwaarden. Als dit uiteindelijk duidelijk wordt, als het handen en voeten gaat krijgen, dan kan het zijn dat je je opgejaagd voelt. Want dan ben je opgejaagd gevoel, krijg je altijd als je met de toekomst bezig bent. Depressief word je als je aan het verleden denkt, maar als je aan de toekomst denkt en het is op een gegeven moment duidelijk dat je moet gaan verhuizen of dat je werk gaat verhuizen of dat je op zoek moet gaan naar ander werk buiten
buiten jouw plekje waar je woont, hè, als je in een klein dorpje woont en je moet in een grote stad gaan werken of wat dan ook. Dat heeft natuurlijk consequenties, dus dat kan wat onrust geven. Ook is het zo, als je dan constant aan het denken bent van, nou, ik moet dat regelen voor de toekomst, moet dat regelen voor de toekomst, ik moet dat doen, ik moet dat doen, dan geeft dat ook wat onrust en wat opgejaagdheid, omdat je met die toekomst bezig bent. Dus probeer jezelf te gronden, zodat je ook niet constant met de toekomst bezig bent, maar ook meer in het hier en nu staat, dus meer in je kracht komen te staan. Het kan ook zijn, als het gaat dus om een gevalletje stalker ex, omdat dat ook best wel veel voor is gekomen in de readingen. Zeker om persoonlijke readingen van diverse mensen kan het zijn dat jij naar een andere plek wordt gemanoeuvreerd. Omdat je dus daar gaat werken of wat er dan ook gebeurt. Hè, door die goddelijke interventie, door het universum die jou helpt. Dat de ander niet meer bij je kan komen, dat je daardoor tot rust komt. Of de ander gaat uit je leven op een of andere manier, omdat zij naar een andere plek moeten. En dan bedoel ik wel een andere plek op aarde uiteraard. De drie van kelken, ik denk dat je uiteindelijk hier heel erg blij en opgelucht van zult zijn. Je ziet ergens niet een uitkomst in. Ik noem maar iets. Je wil graag verhuizen, want je huis heeft... Ik noem maar iets. Even terug refererende op het item van daarnet. Je huis heeft vochtvlekken. En nou, je bent al jarenlang bezig met de woningbouwvereniging. En je hoort maar niks en ze doen niks. En je huur wordt maar verhoogd. En nu ineens... Is er een bouwproject, een bouwplan? En ze gaan heel de wijk onder handen nemen. Waardoor jij dus nu wel ineens een ander plekje gaat krijgen. Je krijgt een andere woning toegewezen. Ja, dan ben je ontzettend gelukkig. Want iets wat jou al die tijd vast heeft gehouden, dat wordt nu vrijgegeven. Dat wordt op een andere manier vrijgegeven. Waardoor jij dus wel kan vertrekken. Of wat het dan ook is, hè, wat ik net zeg, van je houdt vast aan een bepaalde functie, je hebt het niet meer naar je zin op je werk, maar je werk zegt, nou, de filiaal gaan we sluiten, het is goedkoper voor ons, bijvoorbeeld in plaats van in Nederland, in België, een filiaal te openen, of in Luxemburg, of weet ik veel waar, of in Frankrijk. En als je wil, kan je mee. Zorgen we voor huisvesting, zorgen we voor... Die kosten van verhuizing, maar ja, dan moet je wel mee willen. Hè? Dus wat het dan ook is, je zult er blij mee zijn. Het biedt een oplossing voor een situatie waar je al een heel poosje tegenaan zat te hikken. Met de dwaas, hè, ga op exploratie, ga hiervoor openstaan. Wees blij dat dit op je pad wordt aangeboden. Dat die goddelijke interventie er komt. Dat je dus op een nieuwe stack, of die plek nou een werkplek is, een leefplek, of een plek in een andere relatie, of een plek even single, zonder iemand. Het is het exploreren waard. Wat is het advies hierop? Wat is het advies hierop voor het collectief? Advies? Ik hoor gewoon doen. Maar ja, goed. Dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Want als je ergens woont vanaf kind af aan en je hebt daar familie wonen. Je kent de omgeving. Je kent de plaatselijke bakker. Ja, dan is het allemaal misschien wel wat emotioneel. Het innerlijke kind schreeuwt het uit naar je dat je dit mag doen. Dus het is goed voor jouw groei. Wat nog meer? Je kunt het aan, je bent er klaar voor. Milieubewustzijn is een aspect die hierbij komt kijken. Dus misschien ga je in een groenere omgeving wonen. Dus juist buiten de stad. Of ja, anderszins, ik weet het niet. Maar in ieder geval, milieubewust is een aspect voor jullie.
Kan nog meer? Seksualiteit speelt een rol. Dus misschien dat je al die tijd hebt getwijfeld. En dat je nou toch gaat voor wie je bent. Dus dat je uit de kast komt. Dat het gaat om een relatie van hetzelfde geslacht. Of dat jij een open relatie aan wil gaan. Of dat jij aangeeft dat je fluïde bent. Wat het dan ook is. Kan ook te maken hebben met een relatie. Dus dat je het gevoel hebt van... Ik voel me niet meer aangetrokken tot mijn partner. We hebben al heel lang geen seks meer. Ook dat kan een rol spelen. En als jij dus naar een andere omgeving gaat, andere baan krijgt waar je je wel goed in voelt, het kan ook je partner bijvoorbeeld zijn, dan stap je als het ware in een nieuwe omgeving, frisse lucht, nieuwe omgeving, nieuwe uitdaging. En dan kan ineens ook positief invloed hebben op die seksualiteit bij je. Hoe gek dat ook klinkt, maar zo'n chakra kan dicht gaan zitten als jij je niet vervuld voelt. Niet vervuld voelen op je werk. Niet vervuld voelen omdat jouw vriendenkring niet meer is wat het geweest is. Niet vervuld voelen in een relatie. Kan van alles zijn. En dan uiteindelijk, wees eerlijk tegenover jezelf. Ja, wat ik net al zei. Ik heb het gevoel dat jullie, de meeste van jullie wel weten wat het is. Jij weet heus wel als je jarenlang in een relatie zit. Wat niet meer werkt. Jij weet heus wel dat jij je vastklampt aan je baan, omdat het zekerheid biedt, maar dat je het eigenlijk ontstegen bent, dat je het ontgroeid bent, dat je niet meer naar je zin hebt. Hè, wat het dan ook is, of dat je ziet van nou, al mijn vrienden vallen weg, ik resoneer niet meer met ze. He, dan word je nu ook omgeleid naar een nieuwe omgeving. Dat daar misschien wel gelijksoortige mensen zijn. He? Mensen van jouw soul tribe. Meer mensen die spiritueel zijn bijvoorbeeld. Wat dat dan ook is. Wees eerlijk tegenover jezelf. Je weet al heel lang van die verandering. Die moeten we doorlopen. En ze libellen. Zet ook voor transformatie, verandering. En ga daar dan in mee. He, ga dat, oh, deze wil er ook nog uitkomen. Wat staat hier? Geldelijke overvloed. Dus als jij dus al dacht van, hier met die vier van munten van, ik ga het financieel ga ik niet redden. Of het is me te duur om te gaan verhuizen. Of ik hou die baan vast, want ik ben ook zo bang voor geldgebrek, dat ik mijn kosten niet meer kan betalen, weet dat er geldelijke overvloed naar je toe komt. Dus ook dat is een aspect waar je geen zorgen over hoeft te maken. Nou, wat het ook is, sta ervoor open. Het kan emoties triggeren, weet dat het de hoogste tijd is. Het bewustzijn zit al in je, dus je weet donders goed waar het over gaat. Ik vertel nu niks nieuws, alleen het enige wat ik vertel is dat er dus daadwerkelijk, dat je dus op een andere plek, in een andere situatie komt. Iets waar je lang aan vast hebt gehouden, dat moet je nu los gaan laten. Vandaar die torenmoment. En omarm het nieuwe. Nogmaals, je hoeft niet bang te zijn. Je gaat er groeien. Het is milieutechnisch beter. Je raakt erdoor geïnspireerd. Als je eerlijk bent, weet je al waar ik het over heb. Waar je in vast zit. Het kunnen ook meerdere zaken zijn trouwens. En als je je al zorgen maakt over het financiële, ook dat wordt allemaal gedekt. Dus weet dat deze verandering voor je bestwil is. Misschien op het oog lijkt het niet zo, omdat je ook niet weet wat de toekomst gaat brengen. Maar dat weet het universum, het goddelijke, de kosmos weet dat wel. En ze willen het beste voor je. Dus ga daar open in. En uiteindelijk ga je het vieren met die drie van kelken. Uiteindelijk ga je blij zijn dat dit op je pad is gekomen. Dankjewel voor het kijken. Heel veel liefde en licht.
Namaste.